toen onze huidige koningin trouwde met onze koning, toen kreeg ze al vrij snel de vraag voorgelegd wat nou de Nederlandse identiteit zou zijn. En toen zei ze, die bestaat niet. Maar dat ga ik toch wel betwijfelen. Waar je ook ter wereld bent, of je nou bij de Aboriginals bent, bij de Inuits, of je gaat naar het Braziliaanse oerwoud, naar de eerste beste school in zo'n reservaat, en je vraagt over Nederland, dan zeggen ze allemaal dat God de wereld schiep, behalve Nederland. Dat hebben de mensen zelf gedaan. En dat zet ons al gelijk apart. Als het om ons landschap gaat en onze natuur, is die dus totaal door ons bedacht, of als bijproduct ontstaan van onze bezigheden. En dat zie je al heel snel in de oude Hollandse meesters. Een gevecht met water, of het nou vanuit het achterland, vanuit de Alpen komt, of vanuit de zee. Altijd, ook in schilderijen, zie je dat er ergens wel een watersnood dreigt en mensen hun spulletjes pakken en hun kinderen in rieten mandjes afduwen, die dan de rivier volgen en hopelijk weer op een plek komen waar je weer kan wonen. En ook dit mannetje, dat kennen de meeste Nederlandse kinderen niet, maar in Canada en overal kan ik je beloven, zodra je het over de Dutch boy in the dike hebt met zijn vinger, dan weten ze precies wat je bedoelt. En dat is een held, hè. Maar zo erg is het dus in Nederland, als je niet je vinger af en toe in de dijk steekt, dan komen we allemaal om. En ook letterlijk, ik bedoel, mensen in het noorden van het land weten dat. Die wonen vroeger allemaal op terpen, omdat het water dat fluctueerde. En de dijken waren niet zo betrouwbaar, ook toen niet. De zeespiegel steeg bovendien 2000 jaar geleden ook. Ik weet niet waarom dat toen was, maar die ging in ieder geval stijgen. En mensen gingen zich terugtrekken op terpen. Wat zou Nederland zijn zonder sloten? Ik bedoel, heggen kan je nog rooien en houtwal kan je nog weghalen. Maar als je een sloot dempt, komt je land onder water. Dus je hebt gewoon sloten nodig. En als je die patronen ook ziet, dit zijn allemaal patronen uit de tijd van Rembrandt of ouder. Uit de 12e eeuw, de middelste. Het geeft dus iets aan van een totaal door mens gemaakt landschap. En ook als je die patronen over het hele land kijkt, zie je dat er ook nog weer allemaal verschillende ontginningsvormen zijn. Daar linksboven komt mijn familie vandaan, Broek op Lange Dijk. Daar hadden wij de groenteveiling met van die bootjes. Nou, daar zie je allemaal van die kleine landjes. Je ziet één gebied, dat is heel saai, dat is de Flevopolder. Daar heb je een patroon, dan moet je minstens meer als een kilometer bekijken. Wil je daar iets van een patroon in kunnen ontdekken? Maar al die andere gebieden zijn dus totaal verschillend van elkaar. Een enorme rijkdom aan leven trouwens ook in die sloot. Want het is een nat netwerk wat door het hele land zijn weg zoekt. En ook onderwegen door gaten, spoorbanen en zelfs door steden. Die sloten waren bovendien ook nog geschraagd door elzensingels en knotwilgen en van allerlei andere toestanden. Riet natuurlijk ook. En dat gaf ook weer een enorm labyrint. Onderste foto's zijn de Friese wouden. Een enorm labyrint van elzenhagen en singels. Ook daar heb je weer allerlei patronen. Dit zijn de elzenhaagpatronen van Nederland. Je ziet Staphorst. Daar lijken ze wel een neut op gehaald te hebben toen ze dat ontgonnen. Een beetje een rare kronkel zit erin. Het is ook wat chaotisch als het in Limburg is. Waarschijnlijk net na de carnaval dat ze dat hebben ontgonnen. En andere gebieden zijn juist heel erg streed en recht toe recht aan. En daar zijn ze voornamelijk toch gereformeerd. Dus ook kun je aan het landschap zelfs het geloof vaak herkennen. Daar zat een wereld aan dieren in. En ik ga het maar even zeggen. De hoogste dichtheid van otters is niet in de Donaudelta. En ook niet in de Biesbos, maar in de Weerribben. Dat is totaal door mensen gemaakt. De hoogste concentratie korenwolven in Europa is in akkers. Niet in de Poesta, dat is een natuurlijk verspreidingsgebied. De hoogste concentraties van dassen vind je in het hartje van Londen. En niet in de woeste gronden. Ergens in Dartmoor of in Wales. Die vuurbuikpad die zit in graften, in stijlrandjes. Die boomkikkers zitten in hagen en in braamstruwelen met drinkpoelen van koeien. Die hazelmuis doet het juist ontzettend goed in die struwelen van houtwallen en hagen en graften. Maar ook in bosranden die regelmatig worden teruggehakt. Hakhout is zijn lievelingsbos. Dus man-made en toch rode lijfsoorten en internationale verplichtingen kunnen nakomen in een man-made landschap. Dat is totaal op de schop gegaan. En u ziet hier de laatste mooie voorbeelden. Die liggen bijna allemaal ook in landschapsreservaten. Dus die zijn inmiddels beschermd. Die Maasheggen, die Eilandspolder en dat Andoordiep zijn allemaal natuurreservaten. De hele landbouw is op een gegeven moment door mensen vanuit de stad hervormd. Dus dat hebben niet die boeren bedacht. Die zijn ook helemaal niet op het idee van ruilverkaming gekomen. Die hebben ook nooit het gevoel gehad dat er hongersnood zou leiden. En toch kwam Malsholt op een gegeven moment met het verhaal, die boeren leven in armoede. Nou, als je even deze boerderijen bekijkt, zie je zelfs dat in het midden is een kippenuitlaatplek. Waar kippen dus uit de stal de wei in kunnen. Kunnen ze van tevoren door een raampje zien of het regent. Dat is om en om groen en wit geschilderd. Prachtig hoe dat riet gevlecht is. Hoe de metsel van die stollenboerderij die schoorsteen is. Bijna kant wat er aan daklijsten is gemaakt met figuurzagen. Met andere woorden, er was geen armoede op het platteland. Er waren wel arme knechten. Zoals er ook arme knechten en arbeiders in steden waren. Dat was een klassenstrijd die in die tijd heerste. Daar hadden we Drees voor nodig om dat op te lossen. Maar had niets te maken met dat die landbouw moest worden hervormd. Nooit meer honger, hoor je iedereen zeggen. Mansholt zei het ook. Er is maar één keer honger geweest, echt. Dat was in de hongerwinter. Dat kwam niet omdat de boeren niks geproduceerd hadden. Dat kwam omdat de Duitsers alle voedsel naar de frontsoldaten stuurden. En die arme Nederlanders lieten
verhongeren. Dus ons land en het landschap en ook de natuur en ook het boerenbestaan was niet zoveel meer mis als iedereen wel wil geloven. En toen werd er draconisch ingegrepen. Ralph Kavelingen kennen hun evenbeeld eigenlijk alleen maar in voormalig communistische landen. Met kolgoos en sofgoos. Dat is ongeveer wat we hier ook gingen doen. En dat werd ook bijna stalinistisch met propaganda werd dat gebracht. Dat zie je aan deze poster. Want laten we nou eerlijk wezen, als alle boeren zo'n kaaklijn hebben, heb je geen programma op de televisie nodig om boeren aan een vrouw te helpen. Dat snapt u wel. Die rouwverklaring was niet mis. En ik geef maar één voorbeeld. Dit is de eerste rouwverklaring, Staphorst, 600 hectare. Daar is een afstand aan Else singles, dus houtsingels, gerooid van Amsterdam tot Teheran. Moest je voorstellen hoeveel leven daaruit weggeschud is. 350 boeren moesten ophouden met hun bedrijfsvoering. En daar was niet veel voor geregeld qua sanering. En het landschap is dus teruggegaan van meer dan 13.000 perceeltjes naar 1900 aan het eind van de rouwverklaring. Een enorme aanslag op het landschap. Je ziet het hier ook gebeuren. Het ging met vele stoommachines naast elkaar, werd het landschap gewoon uitgepoetst. Met alles wat erin zat. En weet wel, iedere kilometer een hermelijn of een wezel, een bunzing. Elke 6 meter een pad of een kikker of een salamander. Elke 15 meter een roodborstje. Wat voor rijkdom daar is weggeslagen. Ongelooflijk. En ook het idee dat Ruilverkavelingen met nieuwe landschappelijke ontwerpen, wat nu nog wel eens wordt gezegd, het groene maatpark van de Ruilverkaveling, dat dat een soort leuke follow-up was. Nou, links ziet u Etteleur voor de Ruilverkaveling, een labyrinth van houtwallen. Rechts is er geen één over. Geen één. Dus er is niet iets nieuws ontworpen wat ook leuk was. Hoogstzelden is er eens een keer wat schaamgroen ergens neergelegd. Er waren wel goede plannen in aanvang. Want men wilde iedere boerderij in iedere streek in de rouwverkaveling een eigen cachet geven. Dit is het ontwerp voor de Veluwe. Zo zou elke streek zijn eigen boerderijtype krijgen in de landrichting. Het is bij die ene boerderij gebleven. Dat is een rijksmonument. Dat is het enige pijnlijke voorbeeld dat er architecten hebben gedacht over hoe het moest. De rest van de boerderijen zien er tegenwoordig zo uit. Toen ik deze maakte in het Guldal, kwam die boerin naar buiten. Toen zei, mag ik eens vragen? Ik zei, nou, waarom maakt u een foto van onze boerderij? Ik zei, nou, dat wil ik gebruiken in een lezing. Toen zei ze, ja, want zo mooi is hij niet, hè? Zegt iets over de armoede. En kijk maar eens, als je vroeger gedropt werd in Nederland in het donker en je liep naar de dichtstbijzijnde boerderij, wist je meteen in welke provincie of welke regio je was. Als je nu ergens gedropt wordt, weet je het niet meer. Ze zijn allemaal hetzelfde. En het land is ook overal steeds meer hetzelfde. Er zijn geen streek-eigen kenmerken meer. Hoe anders is dat in de landen om ons heen, waar ze niet alles zelf gemaakt hebben en waar God dus nog het grootste deel geschapen heeft, kennelijk. Dan is het in Engeland de countryside. En als een Brit dat zegt, dan is dat een fantastische plek. Aan een pretpark vergelijkbaar, waar die in het weekend meteen buiten de bebouwde kom kan gaan wandelen. Want er liggen honderdduizenden kilometers public footpaths in het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland heet het die Landschaft. Klinkt ook fantastisch, die Landschaft. Wordt met respect uitgesproken. In Frankrijk, La Campagne, waar gelijk water uit de mond komt bij de meeste mensen van Horus. Ik heb hier nu zo langzamerhand zoveel kaarsjes gelust en gegeten en worstjes en allerlei streekproducten. Dat is gewoon overheerlijk om over de wijn nog maar te zwijgen. Maar in Nederland hebben we een akelige term. Die heet het platteland, alsof je dat plat geslagen hebt. En ambtelijk het witte gebied. Met andere woorden, daar is nog geen definitieve bestemming, maar die komt. En tot die tijd is het een soort eigen braakliggende ruimte waar je kan ontwerpen en in uit kan breiden. We hebben nationale landschappen, maar, en daar ga ik nu naartoe. Dit is de Ooipolder, dat is een nationaal landschap. En daar hebben we eigenlijk heel weinig voor geregeld. Wat hier is ontstaan is een vervallen landschap met ruïnes. Een winterkoninkje kan helemaal niet van links naar rechts vliegen. Die moet struikhoppen, want die struiken zitten niet meer aan elkaar vast. Er is geen patroon meer. Dat hebben wij veranderd. We hebben geld van de postcode-loterij gekregen. We hebben geld gehaald bij provincie, rijk, verschillende ministeries. En we hebben dat in dat gebied in 30-jarige contracten met die boeren en de streek ontwikkeld. En nu kun je daar dus 45 kilometer nieuwe landschapselementen vinden. Onbespoten randen erlangs, onbemeste randen erlangs. En je ziet dat het een netwerk is geworden. Dus je kunt van A naar B, welke soort het ook is, die kan zich daar doorheen begeven. Dit is de brokstukjes die er waren toen we begonnen. Dit is wat het geworden is. Ongekend. Het grootste landschapsherstelplan ooit uitgevoerd in de Nederlandse geschiedenis. Het is ook bezongen door allerlei ministeries. Het is geëvalueerd. Er zijn 22 rode lijstsoorten teruggekeerd. Maar het is bij deze proef gebleven. En dat is eigenlijk vreemd, want ja, daar zijn we in Nederland heel goed. Proeftuinen, pilots en dan. Oké, pilot is geslaagd. Leuk, nou, bedankt. Nee, dan was het juist de bedoeling dat we het gingen uitrollen over de rest van het land. Recreatieve paden. Je moet eens kijken, die witte paden waren er. En we hebben die rode dus aangelegd. Dus er is ook nog eens een keer een heel labyrinth aan wandel- en fietsroutes en ruiterpaden ontstaan. Wordt door de mensen zeer gewaardeerd. Nou ja, dit is ongeveer hoe het eruit ziet na 4 jaar. Je ziet zo'n landschap wordt sneller
al een behoorlijk stuk rijper. Maar ja, voordat in die knotwilg een steenuil kan zitten, ben je zo 30 jaar verder. En daarom hebben we voor de steenuilen in hogere bomen alvast kasten opgehangen. Maar het begint al in het landschap te zien dat op al die randen iets is gebeurd. En dat dat langzaam aan elkaar groeit. En het beste zie je dat eigenlijk met de sneeuw. Nou, dat is bewonderenswaardig dat wat in de Ooypolder is gebeurd. Dus komen erg veel mensen ook naar kijken. Ik heb laatst ergens gezien dat er 1000 orchideeën stonden nog geen 3 meter van gangbare mais. Dat kan dus ook bij ons. En die staan er al jaren. Dus het kan ook duurzaam in stand gehouden worden naast elkaar. En ik heb ook gezien dat mensen qua horeca erop beginnen te reageren. Hier in de vorm van een soort hooischelf. Dat is een wijnschenkerij waar je ook kan lunchen. En dan heb je prachtig uitzicht over het nieuwe aangelegde landschap. Er zijn zelfs streekbieren ontwikkeld, hier Hagemeester zie. En zelfs Maasheggenbier, dat is dan iets zuidelijker. En die streekproducten zoals je in het buitenland ook hebt, kunnen we dus langzamerhand ook vermarkten in zo'n gebied. Dus je krijgt een pleziergevoel bij het platteland. Je gaat het ook uitspreken terwijl het water uit je mond loopt, dan zijn we op de goede weg. Maar het belangrijkste is dat er allerlei dieren en planten terugkeren die je daarvoor niet voor mogelijk had gehouden. Nou, dat is het succes van de Ooi. Binnen de tijd. Jij wacht dat het niet ging. Dat jij 45 slides in 10 minuten er doorheen kan werken. Maar ik vind het een heel interessant verhaal. En het lijkt ook heel duidelijk, want ik zie hier weinig vragen over langskomen. Maar ik ben wel zelf dan even benieuwd. Je maakte net de opmerking, hè? Zo'n heel mooie pilot eigenlijk. Daar zijn we goed in hier in Nederland. Zo'n proefgebied. Ja. Maar die opschaalbaarheid, het laten landen in beleid, het op andere plekken ook uitvoeren, blijft dan toch achterwege. Heb je daar ideeën bij wat er zou moeten gebeuren om te zorgen dat we dat op veel meer plekken gaan doen? Nou ja, weet je, het filmde is toen die eerste nota Mensen voor Natuur, Natuur voor Mensen, zoiets uitkwam van mevrouw Faber als staatssecretaris. Er stond daarin dat er 450.000 kilometer aan landschapselementen zou komen. En meer dan 200.000 hectare rond de bestaande ecologische hoogte. Dat er een zachte overgang zou komen van de natuur naar de wat hardere landbouw. Ja. Nou, dat was prachtig beschreven, is nooit gerealiseerd. Er waren naast de reservaatsgebieden in de EES en de verbindingszones waren er ook beheersgebieden. Ook 1000 hectares, niet gebeurd. Ze zijn wegbezuinigd in de tijd van Bleker. Dit plan was door Gerda Verburg gelanceerd. Ze zou het gaan doen, het zou uitgerold worden. Ze zei letterlijk toen ze met mij wegreed, Jaap, wat fantastisch, de trein gaat rijden, niemand zal hem meer stoppen. Ja. Na 1 proefgebied wat gelukt was, zijn ze alweer gestopt. Nu kan ik bij het nieuwe regeerakkoord het weer proberen erin te fietsen. Maar ik denk met welke moed. Ja. He? Nou, Elsevier, blad, altijd negatief over mij. De korenwolf, de zeggenkorfslag, al die onzin. Houd er toch mee op. Die man die vernieuwt de economie. Ja? Nu, heel positief verhaal. Spread, midden op de pagina moet je normaal 30.000 euro voor betalen. Ja? Met de Ooypolder, fantastisch. Dit snappen de Nederlanders. Mag rustig 600 miljoen per jaar kosten. Doen. Dus zelfs Elsevier, nou dan heb je het toch wel behoorlijk ver geschopt. Maar gebeurt niet. Ik weet niet... af en toe de moed in de schoenen. Ik zou denken, ja, het is toch makkelijk. Je kunt het waterschap verantwoordelijk stellen, net als de landinrichtingsdienst, voor de uitvoering. Want die zijn toch al met waterschap bezig, door je landschap. Je kunt zorgen dat dat geld op een bankrekening komt te staan weg van de overheid. Zodat die overheid ook niet meer in gaat graaien, want dan ben je onbetrouwbaar als overheid. Ja. Het is 600 miljoen per jaar. Dat verkouwen we aan kauwgom en aan snoepgoed. Ja. Als volle. Dat brengen we naar een Holland Casino per jaar als er geen corona is. Ik bedoel, en dat kun je net zo goed in vuurkorf. Nu heb je erfgoed, je natuur, je biodiversiteit hersteld. Stikstof wordt opgevangen door die elementen. CO2 wordt gebonden. Fijnstof wordt uit de lucht gefilterd. Biodiversiteit neemt toe. Alleen maar winnaars. Ja. We doen het niet. Het lijkt wel eens alsof als we iets kapot willen maken, staan de mensen in de rij. Maar als je iets wil helen of wil maken, is het heel stil. Dat verbaast me wel. En hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld het vrij recent gelanceerde aanvalsplan landschapselementen? Ja, ik dacht even dat het ministerie van Defensie met baas was geworden over de natuur. Weet je wel, offensief, bosoffensief, of hoe dat allemaal heet. Ja, van mij mag het meteen morgen beginnen. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten, als we dat gaan aanleggen, moeten we het ook onderhouden. Ja, zeker. Want wie een houtwal niet regelmatig terughakt en een heg niet en een wilg niet knot, heeft niet die biodiversiteit die je anders zou hebben. Als je die wallichamen niet afmaait en dat maaisel weghaalt, dan verschalen ze niet. Ja. Dus het is echt intensief onderhoud, vergis je niet. Maar dan krijg je wel een mooi resultaat. Ja. Langdurige contracten, zekerheid. Oh, dat is ook heel belangrijk. Ik weet nog, toen wij zeiden, die boeren die moeten voor 30 jaar zekerheid krijgen. Toen zei iedereen, wacht, dat willen ze helemaal niet. Die vinden 6 jaar net overzien. Ik zeg, waarom zou een bedrijf niet willen weten wat voor zekerheid hij de komende 30 jaar heeft? Ja. Nou, toen de boeren hoorden voor 30 jaar, toen zeiden ze, now we're talking. Ja. Ze wisten, weet u het wel zeker, vroegen ze nog aan de koffietafel. 30 jaar? Ik zeg, ja.
Maar het is ook mooi, want je gaf het zelf ook al aan, hè, met zo'n knotwilg. Voor de ecologische effectiviteit heb je natuurlijk ook wel tijd nodig. Precies. Voordat het soms wat op gaat leveren. Sommige dingen reageren snel. Ja, en wat in de Ooijpolder heel anders is dan in de rest van Nederland, het is dus niet in het bestemmingsplan veiliggesteld. Die houtwallen staan niet op de kaart. Ja, wel op de beheerskaart, maar niet op de kaart van de gemeente. Als wij niet meer betalen als samenleving, dan rooien die boeren het allemaal weer. Ja. Dat zal ons leren trouw te blijven. Ik hoop het. Het was in ieder geval een vurig pleidooi. En ik weet niet of het mogelijk is om Eline misschien ook nog even naar voren te vragen en weer even in te pluggen. Want ik zag toch nog wel even een vraag langskomen. En aangezien we nog wat tijd hebben, dacht ik van... Ik weet niet of iemand haar even... Ja? Komt de techniek. Ja. Nog even. Ja. Nou, fijn dat jij ook nog even. We hebben nog even wat tijd over, dus ik dacht, kan ik deze vraag iets meer voor de camera, geloof ik. Ja. Deze vraag ook even. Je gaf aan op de vraag waarom gangbaar en niet biologisch. Hè? Nou, dat was eigenlijk een beetje twee redenen. Maar ik kreeg hier een vraag. Ik dacht, het is misschien wel interessant voor iedereen. Merk je nou ook dat er andere boeren in jullie omgeving denken van... hé, dat is een goed voorbeeld om te volgen? En dat jullie zien dat die stappen die jullie zetten op je bedrijf... dat die ook opgevolgd worden? Ja en nee, eigenlijk. Het is voor veel boeren in onze omgeving toch wel enigszins bedreigend wat we doen. U kunt zich misschien voorstellen... Boeren denken van straks komt er een of ander zeldzaam kevertje, wat inderdaad is gebeurd, maar dat heeft geen gevolgen, of een heel zeldzaam ander beestje. En dan worden al onze bedrijven op slot gezet. Nou, ik denk niet dat dat risico er echt is, maar boeren zijn natuurlijk, niet alle boeren kunnen zich de vrijheid permitteren, zeg maar, om te experimenteren zoals wij doen. Wij hebben geen bedrijfsopvolger. We hebben geen land bijgekocht. Als je een jonge boer bent, en helemaal een jonge boer met een hoge hypotheek en een jong gezin, dan ga je dit niet experimenteren. Ja. Dus in dat opzicht is het niet zomaar voor iedereen te doen. En toch aan de andere kant, met een heel klein beetje hulp, zou het wel heel erg goed mogelijk zijn. En ik denk ook dat er zijn wel steeds meer boeren die belangstelling hiervoor gaan krijgen. Want er zijn natuurlijk allerlei zaken in ontwikkeling, nieuw beleid. Maar ook bijvoorbeeld kritische prestatieindicatoren, biodiversiteitsherstelplannen enzovoort. En boeren lezen ook de krant. Dus er zijn steeds meer boeren die wel geïnteresseerd raken. Ja. In van wat kan ik nou op mijn bedrijf doen zonder dat het mijn bedrijfsvoering schaadt. En dat spanningsveld is er natuurlijk altijd. En wij zijn juist bezig om te kijken of we beide doelen kunnen dienen. Ja. Een gezond, financieel gezond bedrijf en een biodivers gezond bedrijf. Ja. Dat met die beestjes hebben wij trouwens ook van tevoren gerealiseerd. We dachten, ja, als het echt mooi wordt, dan komen er dus rode lijstsoorten terug. Ja. Die boer moet in zijn bedrijfsvoering in die 30 jaar ook wel eens een keer een heg weghalen van houtwal, omdat het perceel erachter gekocht is door hem en die daardoor wil trekken. Dus, maar dan moet hij weer eens anders neerzetten. Dus we hebben gezegd, 5% van de landschapselementen mag per jaar nieuw zijn. Dus dat die verplaatst is, 5. Als daarbij dieren worden ontdekt waarvoor natuurorganisaties in het verzet gaan, zal de provincie en de gemeente de advocatuur van de boer mee helpen betalen, zodat die verdedigd wordt. Want we hebben namelijk zoveel van die kamsalamanders en andere dieren veroorzaakt, dat er één minder niet zoveel uitmaakt, want er zijn er namelijk duizenden bijgekomen. Ja. Dus dan hoeft ook niet meer zo star te zijn. Laat staan als je dit landelijk gaat doen. Hè? Want dan komen ook de leeuweriken terug. We hebben nu voor het eerst weer 3 paar leeuweriken in brede graskruidenstroken. Als die door heel Nederland komen, gaat de leeuwerik terugkomen. Moeten we wel doen. Ja, moeten we wel zeker betalen, die grond eronder. En die boer moet weten, daar kan ik 30 jaar van profiteren. En ik word niet achter de schermen stiekem gepakt straks als er een leeuwerikje een keer om zeep gaat. Ja, dat kan gebeuren. Ja, je wil boeren natuurlijk niet straffen voor succes. Nee, precies. Dus dan moet je van tevoren al elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Ja. Hey, en Jaap, zou jij misschien nog iets kunnen vertellen over de samenwerking met de partijen in de streek? Daar komt hier een vraag over binnen. Nou, de streek heeft die aanvraag gedaan. Wij hebben destijds dat deltaplan bedacht. De minister zei, ik ga het op 4 plekken uitproberen. Doe maar een soort jury. Ik zat in de jury, dus ik heb gezegd, vraag aan Ooijpolder. Nou, lokale natuurorganisaties en landsorganisaties hebben dat gedaan. Ja. Vervolgens hebben we geld geregeld dat hij een eigen bureau kon oprichten. Dus 3,5 ton vanuit de provincie of vanuit het Rijk naar dat bureau gegaan. Zodat de mensen konden gaan zitten en het uitvoeren. Ja. En dat moest binnen 5 jaar. Ja. De 11 boeren zaten in het gebied wat we gekozen hebben. Daarvan zijn er 9 mee gaan doen.
Die 9 zijn onder contract gekomen. En zo wordt dus door de lokale mensen in de streek wordt dat hele plan gedragen. Boeren, landschapsbeheerorganisaties. Ja. En ik zie niet in waarom in heel Nederland zijn dit soort organisaties, waarom dat niet overal kan. Ik ben het helemaal mee eens. Ja. Nou, ja, dat is gelukkig fijn om ontstaan te horen. Er ook steeds meer kleine burgerinitiatieven met hulp van organisaties. Ja. Maar het zou eigenlijk gewoon moeten worden. Ja. En goed aangepakt worden. Ja. Die geldlobby was echt wel taai. Want ik wilde eigenlijk niet het erf op met een zakje geld. Ik wilde het erf op kunnen, of mensen het erf op kunnen sturen van onze organisaties. Met geld wat voldoende was om dat te realiseren. Want als jij aankomt zetten met een habbekrat, dat hebben ze al vaker meegemaakt. Ja. Dus wij zeiden, beschouw die boer als een aannemer. Hij gaat het voor ons maken. Wat kost dat? Ja. En ik zie hier, er wordt hier ook nog een vraag gesteld van, willen we weer een nieuwe vorm van ruilverkaveling waarbij de landschapselementen onderdeel zijn? Nou, dan uitsluitend voor het landschap en de natuur en de andere toeristische belangen. Want in het verleden waren dat doelstellingen zogenaamd gelijk aan de landbouw, maar ze hadden altijd onderspit. Dus ik wil het nu echt, omwille van het landschap en de biodiversiteit, fijnstof, allemaal dat soort crisisproblemen die we hebben. Agrarische bedrijfsvoering, die moet je daarin passen. Ja. En hier een vraagje over hoe we jonge mensen ook hier weer bij kunnen betrekken. Heb je daar ideeën bij? Van hoe zorgen we ervoor dat deze ideeën, deze energie ook, die ik bij jullie toch wel proef, en die passie, hoe zorgen we ervoor dat het ook bij die volgende generaties terechtkomt? Jullie denk ik... Wij merken gewoon dat jonge mensen, net zo goed als oudere mensen, dat die er graag aan meewerken en er graag bij betrokken zijn. Ja. Het is ook hun landschap. En ze willen er ook tijd en energie in steken. Niet iedereen natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat die verbinding niet zo heel moeilijk te maken is. Nee, en de techniek helpt er ook bij en internet. Maar ik merk nu, bij mij verderop in de straat woont een jongen. Die heeft gierzwaluwnesten, die heeft zwaluwnesten van alle huiszwaluwen. Die heeft vleermuiskasten, die heeft de hele tuin op de kop gegooid. Die tuin is niet groter dan dit studiootje. En daar heeft hij duizenden soorten in een paar jaar tijd. En dat is zijn sport. En hij bericht constant op internet welke soort hij nou weer ontdekt heeft. Van de kleinste creepy crawlies tot een steenmarter die door zijn tuin gaat. En dan denk ik van zolang dat soort mensen er nog zijn, zo fanatiek heb ik ze in mijn jeugd niet gezien, gaat het volgens mij dan wel goed komen. Veel belangrijker is dat die organisaties die dicht bij die streek staan, dus vandaag zie je Via Natura, die heeft dus die ooipolder getrokken. Ja. Nou, die krijgt hier nou een prijs. En terecht, want dus durf en lef voor nodig. Er was al een ruilverkaveling geweest, kom je nog eens een keer met landschap. Dan zou die boer ook gezegd kunnen hebben, dag, wij zijn net klaar met de ruilverkaveling. Ja. En toch is het gelukt. Ja. Mooi om te horen, hè? En fijn dat jullie dat perspectief nog zien. En ik zie verder hier geen vragen meer binnenkomen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier vandaag aanwezig waren. En ik hoop dat deze energie in ieder geval ook opgepikt wordt. En dat misschien ondanks die coronacrisis als een van de positieve dingen, toch dat mensen misschien zich wat meer bewust geworden zijn van hun eigen omgeving. En wat meer zijn gaan kijken wat er nou precies in hun tuin zit en hoe ze dat zouden kunnen verbeteren. En als je eenmaal dat zaadje geplant hebt en je begint dingen te herkennen en je bent ermee bezig, dan denk ik dat dat zo uit kan groeien. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier een bijdrage hebben geleverd.